Ja, goedenavond luisteraars. We zitten hier nu met Greg den Hartog van Sudden Annihilation in Studio 350 in Rijssen, bij onze conculega radiomaker. Greg, kun jij de luisteraars wat meer vertellen over de band? We zijn Sudden Annihilation uit Rotterdam. We zijn de laatste 3 jaar wel wat meer actief bezig met nummers schrijven en optredens. We zijn dit jaar ons album op gaan nemen in Amerika, Florida. Kun je de luisteraars ook vertellen hoe de band is ontstaan? Ik ben het project eigenlijk 9 jaar geleden al begonnen. Daar is dit zeg maar uit ontstaan. Ik begon eigenlijk een beetje met metal covers van Children of Bodom, Metallica, Iron Maiden ook nog. En op een gegeven moment na veel bezettingswisselingen is dit eruit gekomen. Jullie nieuwe album komt ongeveer volgende maand uit. In mei is de bedoeling dat die uitkomt. Zoals je net al zei, jullie hebben het album opgenomen in Florida. Wat was voor jullie de reden om het daar te doen en niet bijvoorbeeld hier in Nederland? Vorig jaar met Nel, als met Melleges als zesgitarist heb ik meegetoerd. Dat was samen met de band Nel en hun geluidsman Panchi. Die was ontzettend tof gozer. Die weet echt heel goed waar hij mee bezig is. Show na show elke keer de juiste mix weten te krijgen. Dus ja, als je dan in contact bent met zo'n rozen en je gaat naar het financiële plaatje kijken en je kijkt naar een goed album hier zo of daar zo en financieel is het niet echt veel verschillend zeg maar. Dan wil je dat gewoon daar zo doen, weet je. Hij is heel erg... publiek. Ja, buiten dat, weet je. Het is één de naam. Hij werkt gewoon ontzettend makkelijk. En ja, hij is gewoon recht voor zijn raap, weet je. Dus als hij ideeën in hebt, gooit hij het gewoon in, weet je. Dus ja, dat was wel voor mij een reden om bij hem op te gaan nemen. Oké, wat kunnen de luisteraars verwachten van het nieuwe album Live in Chaos? Het is melodische thrash metal. Het is niet standaard zoals je het bij elke, althans dat is mijn mening dan, dat je bij elke band hoort. Het is gewoon wat gevarieerd. In de nummers zelf ook. Het is niet allemaal hetzelfde stijl. Je merkt ook wel dat de schrijfperiode wel een paar jaar is, zeg maar. Omdat sommige nummers wat meer blije melodietjes zijn en de andere nummers meer strak en echt thrash metal. Dus ja, dat kunnen ze verwachten. Zijn er al... het album is bijna uit. Hebben jullie al plannen om binnenkort mee op tour te gaan? Nee, er zijn totaal geen plannen om ermee te toeren. We moeten gewoon even afwachten hoe het ontvangen wordt. Vanuit daaruit gaan we werken. Ja, bij mij is die plaat in elk geval heel goed ontvangen. Ja, ik heb hem zelf al geluisterd. Nog even een vraagje. Zijn er nog dingen die je zelf heel graag met luisteraars wil delen? Nou, ik zou zeggen, luister het album en laat weten wat je ervan vindt. Of je het nou goed vindt of slecht vindt. We willen alle reacties graag horen. En kom naar onze shows. Dat zijn wat tof.